4 basisscholen strijden met elkaar om de Unicos Innovatieprijs 2012. Welke basisschool in Zoetermeer heeft het beste en origineelste idee om het onderwijs te verbeteren? De eerste genomineerde school is De Horizon. Stefan Tseggedy heeft een plan bedacht waardoor de leraren een actievere rol bij het buitenspelen krijgen. En zo benutten de kinderen de pauze ook beter. In plaats van dat de leraar probeert om het overzicht te houden, probeert de leerkracht nu juist in het zicht van de leerlingen te zijn. Verder is het de bedoeling dat de leerkracht dus niet ver weg is, maar juist dichtbij. En in plaats van een passieve leerkracht, die vooral alles in de gaten houden, willen we juist een actief en betrokken leerkracht hebben. Kinderen die zijn meer aan het spelen, zijn zich minder aan het vervelen. Er is ook verschillend spel, dus niet iedereen doet hetzelfde. Er is ook meer spel tussen verschillende, er is meer contact tussen verschillende groepen. Dus normaal zou je hebben dat een groep 6 dan vooral met groep 6 speelt. En nu zie je dat activiteiten door kinderen uit verschillende groepen met elkaar gedaan worden. We hebben gezien dat er minder incidenten zijn. Wat we verder ook ontdekt hebben is dat als het gaat om de begeleiding van de leerkracht, dat het ook niet noodzakelijk is om een hele pauze bij één activiteit te blijven staan. De tweede genomineerde waar wij op bezoek gaan is het Schrijverke. Directeur John Vonk denkt de oplossing te hebben voor de stijgende werkdruk voor leraren zonder dat de onderwijskwaliteit achteruit gaat. Wat ik bedacht heb is om, zoals je hier ziet, een muur tussen twee lokalen uit te halen. Twee groepen samen te voegen. Dat zijn er op dit moment hier zijn dat er 40. En om daar dan één leerkracht op te zetten samen met, en we zijn begonnen met twee onderwijsassistenten. Waarbij de ene onderwijsassistent zich ontwikkelt tot een leraarondersteuner. Die dus uiteindelijk voor een hele unit, en dan praat ik over bovenbouw of middenbouw, wat algemene zaken organiseert, zelfstandig werk en dergelijke. En een andere onderwijsassistent allerlei klusjes doet die de leerkracht dus niet meer hoeft te doen. Uiteindelijk wat ik hoop te bereiken is dat kinderen over een paar jaar zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. En ik denk dat dat de grootste motivator is die je in het onderwijs kunt bereiken. Dus en de kwaliteitsverbetering doordat je veel meer op de onderwijsbehoeften je kunt richten, kinderen veel beter kunt helpen, motivatie van kinderen verhogen, betrokkenheid van ouders verhogen. Ik denk dus dat dat een succesverhaal wordt in de toekomst, maar dat moet zich dan gaan bewijzen. De Oranjerie is de derde genomineerde. Docenten uit groep 3 maken gebruik van een speciaal circuit. Laten we een kijkje nemen. De manier waarop wij ons circuit uitvoeren vinden wij uniek. Wij merken aan de leerlingen dat hun resultaten en het plezier hierdoor omhoog gaan. De resultaten gaan omhoog omdat de kinderen gedifferentieerd werken. En de circuits sluiten aan bij de 12 kinderen van vijf leren lezen. Alle scholen waar met vijf leren lezen gewerkt wordt, daar is het circuit bruikbaar. Nou, bij elke kern van Veilig Leren Lezen bedenken we weer nieuwe opdrachten. Elke kern heeft 6 onderdelen die op een hele creatieve en uitdagende manier gedaan moeten worden. De kinderen doen binnen één onderdeel allemaal dezelfde opdracht. Alleen elke opdracht is wel gedifferentieerd en de kinderen doen het dus wel op hun eigen niveau. We hebben bij elke kern steeds nieuwe opdrachten bedacht. En dat hebben we met heel veel enthousiasme en plezier gedaan. En dat enthousiasme en plezier, dat werkt door bij de kinderen. Dit wil toch ieder kind? En we zijn aangekomen bij de laatste genomineerde, de Paulusschool. Directeur Wietke van Overbeek wil kinderen die hogere cijfers halen speciale aandacht geven. Wij werken volgens handelingsgericht werken, dus een bepaalde systematiek. En onder andere doe je dat door, wat ik hier ook voor me heb liggen, is de datamuur. Waarin we de scores van kinderen zetten. De kinderen die een verkorte instructie nodig hebben, basisinstructie en verlengde instructie. Nou blijkt al dat je al snel dat je voor de kinderen die verkorte instructie nodig hebt, dat je niet weet of dit kind nou een heel slim kind is. Doen wij dit kind misschien wel tekort? Dus wij zijn op zoek gegaan als school naar wat kunnen we nou deze kinderen bieden die gewoon bovengemiddeld scoren. We willen heel graag dit geld gebruiken om te kijken naar de onderwijsbehoeften voor kinderen die meer aankunnen op de Paulusschool. We doen al heel erg veel, we zijn keigoed, maar net dat kleine beetje. Ik denk dat we dat wel kunnen gebruiken. Wie oh wie gaat er aan de haal met de Unicos Innovatieprijs? U hoort het zo.